super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn make-uphoek laten zien. En vooral hoe ik mijn make-up heb ingedeeld in de lade. Dus als je mijn vlogs volgt, heb je kunnen zien dat ik een nieuwe make-up kast heb gekocht. Ik heb hem inmiddels ingeruimd. Voor nu ben ik tevreden. Het kan zijn dat de indeling later nog weer gaat veranderen. Maar voor nu was dit voor mij de beste oplossing. En ik dacht, misschien is het leuk om daar een aparte video over te maken. Hoe ik alles indeel en hoe ik het dus bewaar. Mijn stash is best wel groot. Dus het indelen is niet altijd even makkelijk. Maar ja, goed. Als je van make-up houdt, dan vind je het fijn om het goed op te bergen. Althans ik. Mocht je benieuwd zijn hoe mijn make-up hoek eruit ziet. En hoe ik mijn make-up dus indeel. Zou ik zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Dit is op dit moment mijn make-up hoek en ik ga beginnen bij deze lades. Hier bovenop staat trouwens een spiegel en hierachter heb ik make-up paletten staan van B7. Hier zie je vooral de Obedient, het smoking paletten, het Moody Mask, Up in Smoking, de Cheeky Trio, Lightly Toasted, het Nude paletten. In de Nude. Zijn dat dan twee Nude palettes? Dit is in de Buff trouwens, maar het is ook een naturel palette. En hier heb ik in de Night. Het is ook een soort smoking palette. Dus dat is nu wat hier bovenop staat. Deze vallen nu niet zo heel erg op. Maar ja, het is op zich wel handig. Dan ga ik naar de bovenste lade. En hier heb ik vooral primers in liggen. Het zijn hele verschillende primers. Ik heb hier bijvoorbeeld veel van Catrice liggen. Ik heb hier wat van de HEMA liggen. Essence. Ik heb hier ook van Action. Een Ethos primer. Daar heb ik een aantal van. Zie ik er hier nog eens van liggen. En hier nog meer Essence. Ik heb er hier zelfs eentje van Maybelline. Dit is een serum primer. En die heb ik in twee kleuren. Ik heb hier nog een mousse van de HEMA, maar die hoort niet in deze laad. Die valt niet onder de primers. Ook zie ik hier een aantal limited-edities liggen, bijvoorbeeld deze. Ook deze. Dit is een stick. V7 heb ik hier nog liggen. Ja, en ook eentje in een potje bijvoorbeeld. Dus dit is een beetje de primerlaad. Die bewaar ik al mijn primers in. De volgende laad is de foundation la. Ik heb hier bijvoorbeeld deze van Catrice. Vind ik heel fijn. De AD Liquid Coverage. Hier heb ik er nog een. Die is wat te donker voor mij. Nog meer Catrice. Deze van Essence. Ook een hele fijne. Nog een van Essence. Ik heb hier ook nog wat van die mousjes. Dit vind ik ook een hele fijne. Deze is iets te donker. Deze is ook heel fijn. Alleen de verpakking vind ik niet heel tof. Nog eentje van Essence, maar ik heb hier ook eentje van de Action. Dit zijn Make-up Transforming Drops. Eentje van de HEMA. Ik heb hier een BB Cream liggen van Essence. Deze is ook zo fijn van de Catrice. Nude Illusion. Nog meer BB Creams. Deze is van Miss Forty. Foundation van de HEMA. Een BB cream nog van NYC. Nog een BB cream van Miss Forty. Een foundation van de Lidl. CC cream van Max & More. Ook een BB cream. Hele fijne kleur. Die is van Fashion Professional. En ook een van mijn favoriete foundations. Dat is de Even Skin Tone van Catrice. En hier heb ik nog de fotoboot van B7. In de volgende la. Dit is een beetje, hier ben ik nog niet helemaal tevreden over. Ik wist niet helemaal goed hoe ik dit moest indelen. Ik heb hier achteraan vooral concealer paletten liggen. Ik heb er hier eentje van Essence. Catrice zie ik hier. Concealer paletten. En nog eentje van Catrice. En deze is van Max & More. Hier nog een paletje van Essence. En dit is een palette van Saffron. Dus hierachter heb ik een beetje de paletten liggen. Hier heb ik gewoon een concealer. Dit is ook een paletje trouwens. HEMA W7. Nou ja, heel veel
enkel weer Catrice. Deze bijvoorbeeld van Catrice. Nog een coverstick van Essence. Deze mousse is ook heel fijn van Essence. Een aantal van die camouflage creams van Catrice. Ja, ook deze is bijvoorbeeld van Essence. Komt uit een limited collectie. Uit een Christmas collection. Dan heb ik hier een coverstick van... Dat is een concealer stick, maar ik weet niet welk merk. Hij komt van The Action, dat zie ik aan de verpakking. Ook bijvoorbeeld dit soort concealers en die wat kleur hebben. Vooral veel Essence zie ik. Heb ik nog andere merken erin die interessant zijn. Nog een concealer stick van Max & More. Oh ja, een under eye concealer van Hema. Een hele fijne. Ja, vooral sticks. Dit ligt een beetje door elkaar. Dit is zeg maar gewoon met een stuurderbakje. En hiernaast heb ik dus producten om te contouren. In de filterbox ligt hier bijvoorbeeld het Light in de box. Het California in de box. Een Shade and Blush palette van Action. Een Rich Color Face palette. Moet je het ook omschrijven in. En dit is ook een hele mooie. Het is een palette van Max & More. Maar ik weet niet of ik die nu open ga krijgen. Dat is deze. Ik zie het niet zo heel goed. Maar ik wil niet helemaal goed open. Omdat het een beetje vol ligt. Maar dat soort palettes heb ik dus hier liggen. Dit is ook uit een limited editie. Een highlighter en bronzer. Nog eentje. Dit is een Clam Cheek. Maar ik weet niet precies van welk merk het is. Essence. Een aantal paletjes ook van My Heart Makeup. Deze. Hier een aantal contouring paletjes. Ja. V7, Catrice. Action. Nog een W7. MUA. Heel fijn paletten ook. Ja, hier een aantal face paletten ook. Contour paletje van Essence. Een allround contouring palette. Een limited editie van Essence. Deze nog. Deze is ook heel erg mooi. Highlight en blush. En hieronder liggen van die paletjes van Essence die je zelf kunt vullen. Dus dat is eigenlijk deze la. Dan heb ik in de volgende la poeders liggen. Die liggen vooral los. Ik heb hier W7 liggen. Veel Essence ook hier, zoals je kan zien. Dit is Essence. Ook Essence. Deze is van Essence. Catrice uiteraard. Nog meer Catrice. Essence Max & More. Dit is ook een hele fijne. Dit is een limited editie van Catrice. Was een hele fijne. Ook een limited editie. Catrice. Of Essence is dat. Nog een Essence. Ja. Eigenlijk zijn het allemaal een beetje dezelfde merken. Ik zie hier nog NYC liggen. Nog één van de Action. Max & More zie ik hier. Eentje van de Hema nog. En een paar limited edities. Bijvoorbeeld deze. En de Banana Dreams Loose Powder van W7. Dus ja, dat is eigenlijk mijn poederla. In deze la. Hier liggen dus de contour of de bronzers. Dus deze moet hierbij. Hier een aantal lossen. Dit is een mini contouring set. Die wordt hier eigenlijk niet zie ik nu. Limited editie van Essence. Essence. Dit is een hele fijne van Sunkist. Ook een limited editie. En deze ook. Dan heb ik in deze mandjes een beetje de standaard bronzers. Filtertjes. Hema. Essence. Ja, dit zijn eigenlijk een beetje de standaard merken. Zeg maar. Ik heb hier nog een paar ontspannen. Hema ook zie ik. Dit is ook al nog een hele oude van Essence van de Sun Club. Hele fijn ook. Maar ik krijg het klein. En dan heb ik hier nog een dingetje naast staan. En hier zit een eentje van Viz in. Die komt ooit bij de Action vandaan. Deze is bronzing parels. Dit is een vloeibare. Dus die moet je ervoor gebruiken. iHeart Makeup. Dat heet het tegenwoordig iHeart Revolution. Van de Playboy. Ik heb hier twee liggen. En dit smudge paletten. Heel fijn. Ik heb hier ook contouring sticks ingelegd. Bronzer die
vloeibaar is, maar ook de contouring sticks van Essence en Cartridge. Dan deze laan, dit zijn de blushes. Hier heb ik vooral een aantal limited edities. Ik heb hier ook weer Essence, ook weer zo'n saffron paletje. 3 doosjes van B7. Deze zijn van Miss Porty. Dit zijn cream blushes in 2 kleuren. Dit is ja, een peachy kleurtje. Coral flush. En dit is dan de pink flush. Vooral weer veel Essence Cartridge. Heel fijn paletje ook die. Deze gebruik ik ook graag. Hele mooie van Cartridge ook. B7, iHeart Makeup. En hier ook weer een aantal sticks. Dit is zelfs een vloeibare. Deze, een Soufflé Touch Blush, is ook al heel oud en al heel fijn. Dus ja, dit zijn eigenlijk die. En hier heb ik dan zeg maar de gewone blushes. Nou ja, Catrice, Lidl. Hebben we hier nog meer Catrice. Een aantal van Essence. Er zit eigenlijk gewoon van alles wat in. Dat geldt ook voor deze la. Deze vind ik bijvoorbeeld ook heel erg mooi. Dit is een paletje van Cinderella. Een ooit een limited editie van Essence. Ik zie hier nog een... Oh, ik krijg hem niet meer terug natuurlijk. B7 blush liggen. De Candy Blush. Ja, en hier bijvoorbeeld nog eentje van... Action, hele fijne. Ik heb hier ook nog eentje van Ethos, gebruik ik ook heel graag. Nou, nog een Action, echt van allerlei soorten merken komen voorbij. Dus dit is de blush la. De volgende la, dit is de highlight la. Deze zit er echt heel erg vol. Ik heb hier verschillende producten in liggen, ook weer een stick. Maar ook, dit is trouwens een vloeibare. Dit zijn de sticks. Een illuminating cream van Hema. Maar ook in tubetjes producten, veel limited producten. De Night Glow van W7. Een aantal paletjes van Catrice en Essence liggen hier. Mickey. Galaxy in a Box zie ik. Deze 2 prachtige paletjes van de Action. Die gebruik ik ook heel graag. Ik heb hier een hele fijne van Caviar Couch. En een highlight poeder van Hema. Ja, echt gewoon limited producten. En ook hier geldt weer, ja, Cartridge, Essence. Allerlei soorten merken komen langs. Action, de Bricks. Dat zijn die dupes van Bobbi Brown, volgens mij. Heel fijn. En deze is dan weer, ik zie hier bijvoorbeeld nog een MUA. En deze van iHeart Makeup. En hier heb ik dan ook weer een aantal producten die in een potje zitten op... In stickvorm zijn. Ik zie hier 2 sticks van Max & More. Ja, Essence, Cartridge, Hema. Dit is trouwens ook een Essence. Deze is van Cartridge. Nou, echt, ja, allerlei soorten merken komen wel terug. En trouwens, dit palet vind ik ook heel erg mooi van de Action. Dan naar deze la, dit is de lipstiftlade. Ik heb hiervoor een indelingsbak gebruikt. Deze kun je zelf maken van IKEA. Hij staat nog niet helemaal netjes, de achterkant is vooral niet netjes, maar dat kan ik altijd nog bijmaken, want ik heb daar nog spullen voor. Hier zijn ook weer heel verschillende producten. Ik had het eerst op volgorde, maar ik moest de bak opnieuw indelen. Toen was ik er een beetje klaar mee. Hier staat vooral ook weer veel Essence kleurtjes. Cartridge. Dit zijn een aantal kleintjes van, nou, deze maar even, H&M. Leuke kleurtjes ook. Action staat hier ook. Max & More. B7 heb ik hier. Vooral heel veel rood tinten moet ik zeggen. Dit is ook, oh deze is van de Aldi bijvoorbeeld. Leuk kleurtje ook. Ja, de merken die zijn vooral heel variërend. Ik heb hier volgens mij Ethos staan. Hema zit ertussen. Dit is er eentje van... Het was een merk. Ik weet alleen niet meer welke het was. Ik heb hem ooit een keer gekocht bij Big Bazaar. En dit vind ik ook een hele toffe van Cartridge. Want deze die heeft glittertjes. Gebruik ik ook heel graag.
ja, echt veel variatie. Ik heb er ook nog eentje van Rimmel, volgens mij. Die heb ik er net nog ingestopt. Waar heb ik hem dan gestoken? Ja, een hele goede vraag. Ja, nu zie ik hem zo niet. Ik heb hier trouwens ook nog Lidl. Deze van de Kate Moss collectie. Een hele fijne. Dus dat is deze lade. Door naar deze lade. Dit zijn de lip glossjes vooral. Deze lade is vrij rommelig, maar hier zit van alles in. H&M. Essence. AliExpress. Patrice. Ja, eigenlijk een beetje standaard merken die ik net ook wel liet zien. En dan heb ik hier bijvoorbeeld nog 3 kleine lipglossjes staan. Een paar lippaletjes staan hier. Hier heb ik ook nog een aantal lippaletjes. Deze bijvoorbeeld. Deze 2 van Patrice en 1 van Essence. En hier in dit bakje zitten lipglossjes. Hier heb ik van die superstays die je met een topcoat moet aanbrengen. Dus bij deze geldt dat eigenlijk ook. Die kunnen hier wel bij. Hier heb ik vooral wat lipstiftjes in vorm. Deze hoort hier. Die zeg maar in potloodvorm zijn. Het kunnen ook lipglossjes zijn en ook zo'n product om je lippen mat te maken. Dus dat is deze la. En dan de onderste la. Dat is... Even kijken hoor. Hier zitten alle mascara's. Ook weer van allerlei merken door elkaar heen. Een limited doosje nog. Ja, ook bijvoorbeeld... Wat heb ik hier? L'Oreal. NYC. Catrice. Essence. Ja, van alles. En daarachter staan mijn lippenbalsems en die is ook heel uitgebreid. Maar ik heb hier ook aparte video's over gemaakt, dus ik hoef het niet heel uitgebreid te vertellen. Dit zijn trouwens 2 Alex ladenkasten op elkaar. Dus die zijn van IKEA. Dan gaan we naar dit kastje. Dit is ook van IKEA, maar ik weet even zo gauw het merk niet. Zal ik even opzoeken, zet ik even onderin. Ik heb hier nog even een stolp op staan en een leuk paaskadootje. Hier liggen 2 palettes die ik nog wil gaan reviewen. Dus die gaan in de reviewbak. Hier heb ik ook weer een brown palet. Die zijn vooral de kleinere paletjes van W7 in de Mood. In the City en Wanted. Die wordt hier trouwens wel niet echt heel erg mooi. Oh nee, het is stof. Nee, volgens mij wordt het zo. Ik kan er wel terugzien. En hier staan wat handcremes en dit zijn wat andere producten. Hierboven hangt mijn tissue houden, maar het gaat natuurlijk om de lades. Ik heb hier normaal ook mijn wattenschijfjes in liggen, die liggen nu even hier. In deze eerste la ligt een spiegel. Ik heb hier wat glitterproducten en dit zijn vooral body splashes die hier liggen. Deze is ook heel lekker van Soap. Ik heb hier er eentje van Victoria's Secret. Dus een haarfragrance bijvoorbeeld. Ja, dit zijn gewoon een beetje van dat soort producten. Niet super interessant. Dit is trouwens een beetje rommelaar. Hier heb ik verder niks aan gedaan. Dit is vooral de la voor de wimpers. Maar ik zet hier ook allerlei andere spullen in. Maar eigenlijk wil ik deze la maken voor mijn... spray, zeg maar. Mijn setting spray. En hier liggen dus nu ook allerlei andere producten in. Dus deze la moet ik nog even opruimen. Dus die ziet er nu niet uit. Dus die gaat toch een andere plek krijgen. Deze lades gebruik ik ook niet zoveel. Nog zo'n rommelaar. Met nog wat dingen om te reviewen. Een kussen voor nagelslokken. Ja, dit zijn gewoon eigenlijk de rommelaars. En hier zitten wat make-up tasjes in. Dus dit kastje moet ik nog gaan uitzoeken. Nou ja, hier heb ik gewoon... kwasten, nog meer kwasten, mijn Real Techniques kwasten. Hier ligt een lippotlood, maar het dopje is kwijt. Die moet ik even zoeken. Lenzen. Ja, wat houders voor wattenschijfjes, staafjes, nog meer wattenschijfjes. En hier zitten bolletjes in. Spiegel. En dan heb ik in deze laag de basic make-up.
creëert hij vooral wimperkrullen, spijltje. Mijn tweezerman hoort hier. Ik heb hier poeder die bijna op is. Bronzer. Een blushje. En wimperpoeder. En nog een paletje van Essence. En hier liggen ook wat losse oogschaduws. Dit is eigenlijk mijn standaard daily make-up. Mijn dagelijkse foundation ligt hier. Concealer. Big Lash mascara. Oogpotloodje. En een eyeliner. Dan gaan we toe naar deze kast. En dit is dus de kast die ik nieuw heb. Dit is ook een Alex kast van Ikea. Maar er bovenop een schilderijtje. Hierboven hangt mijn nagellakrek met mijn beautyboeken trouwens. Maar dit is de wenkbrauwlaan. Ik heb hier vooral wenkbrauwproducten in zitten. Verschillende merken. Dit zijn vooral de losse producten. Essentials. Hier heb ik de mascara's, wenkbrauwmascara's in zitten in deze. Hier wat producten om ook te highlighten bij de wenkbrauwen. Dit is zelfs een treatment. Hier wat losse paletjes. Maximore, Catrice, Essence. Dat soort dingen. Hier nog eentje van de Action die ik nog niet zo lang heb. Dus dat is deze la. Dit zijn oogproducten. Ik heb hier alle oogschaduwbasisjes in liggen. Dit mandje. Essence, Catrice, Action. Daarnaast staan de eyeliners. Verschillende. Heel verschillende. Hier heb ik wat producten die los zijn. Dit zijn wat vloeibare oogschaduws vooral. Die ik niet heel vaak gebruik. Dit zijn oogpotloodjes. Maar ik zie hier ook al een aantal producten in zitten van eyeliner. Maar dit zijn allemaal oogpotloodjes. Dit is een laarsje met vooral wat kleinere paletjes. Ik heb hier bijvoorbeeld allemaal Catrice paletjes staan. Een setje van Mickey en Maximore. Ja, wat limited edities. Vooral Essence Catrice, W7. Nog meer Essence. Dus dit is eigenlijk een dingetje voor de kleinere paletjes. En wat brede paletjes heb ik hier neergezet die niet passen bijvoorbeeld. Dit is een la met producten voor nepnagels. Ik heb hier ook mijn gellakjes staan van Action. Hier zijn tips. Ik heb hier acrylpoeder, vijltjes, nagellijm, kwastjes en tools om de nagels te knippen en dat soort dingen. En nagellijm ook hierin. Dit zijn de grotere palettes, maar hier kunnen nog wel wat een en ander bij. Ik heb nog een aantal grote, maar die heb ik nog niet gereviewd. Dus die komen hier met de tijd ook bij. Mono oogschaduws heb ik allemaal hierin zitten. Ik heb hier bijvoorbeeld Shen. Lidl is dat. Essence. Twee hele leuke van Hema. Ja, echt een beetje standaard merken. Zeg maar wat ik altijd noem. Dus die heb ik zo staan. Hier heb ik dan de wat grotere trio's bijvoorbeeld staan. Ook deze. Die hele mooie. Oh, die heb ik wel weinig gebruikt. Deze. Ja, echt gewoon van dit soort dingen. En die er niet meer in passen, heb ik dus hier neergezet. Dit zijn er ook losse. En hier zitten de eyestrips in. En hier zitten de, ja, of poeder, of dit is vloeibaar, zeg maar. Dit is ook een la met make-up paletten. Hier zitten weer wat grotere paletten in. Essence. Action. Nog meer Essence. Action. Caviar Couch, Primark Makeup, nou, een aantal van Maybelline, W7 zie ik hier, nog meer Essence, is allemaal Essence, Essence, een eitje van iHeart Makeup, MUA zie ik hier staan, ja, nog eentje van W7, Primark paletje, eigenlijk een beetje de standaard paletjes en Action zal er ook nog bij zitten. En hier heb ik dan echt wel wat grotere paletten. Heel veel van Action. Deze zijn van iHeart Makeup. Dit is allemaal iHeart Makeup. Mijn grote trots. Leuk paletje ook nog van Essence. Nog één van Essence. En dit zijn de paletjes uit de Blogger Beauty Secret Collection. Die gemaakt zijn door bekende bloggers. Ja, dat is eigenlijk deze la. En dan zijn we bij de allerlaatste la. En dit is nog een nagella. Hier heb ik allemaal limited collectie nagellakjes in zitten. Hier wat gewone nagellakjes die niet meer in mijn nagellakrek passen.
ja, wat losse producten, zoals poedertjes en ja, stickertjes, een olie, een hardener, een, ja, wat remover, nagellak remover, een tool om je nagellak in te zetten, twee van Essie, twee dingetjes, setjes en nog van Catrice. Dit zijn waarde dan limited prices die ik ooit eens in de opleiding heb gekocht bij Big Bazaar. Dus dit is eigenlijk hoe ik mijn make-up heb ingedeeld. Dan was dit alweer mijn make-up stash, slash hoe ik het heb ingedeeld eigenlijk. Zoals ik al zei, het kan zijn dat het zo weer verandert. Ik ben op dit moment ben ik er tevreden mee, maar ja, het kan nog wel eens veranderen. Ik weet dat ik boven nog wat organizers heb liggen, dus het kan ook nog weer zijn dat ik die ga pakken. Ik ben er gewoon nog steeds een beetje mee aan het spelen en het verandert bij mij nog wel eens. Maar ik vond het toch wel leuk om met jullie nu eens te laten zien hoe ik het heb ingedeeld. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie je make-up opbergen. Ik vind het zelf ook altijd heel erg leuk om te horen van mensen. Ik vind het leuk om dit soort video's ook van andere mensen te zien. Van hoe doen andere mensen dat nou? Dus heb jij misschien wel een hele leuke manier hoe jij je make-up opbergt? En wil je die met mij delen? Zet het zeker even in de comments. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Als je op het belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!